Hallo kijk, zo nieuw thee. Ik ben Mark en ik ben vandaag weer present architect. Vorige week ben ik hier gebleven waar we nu in ieder geval een winkel hebben gebouwd. Waarbij we nu dus wat meer luxe kunnen krijgen. Dus dat moet eigenlijk wel helemaal goed komen. En ik ga eens even kijken wat we deze aflevering misschien beter kunnen maken. Misschien iets van vermaak of zo. Eens even zien. Zoals tv's of radio's. Nou, dat moet wel goed komen, maar dan moeten we natuurlijk wel vrije tijd hebben. Het probleem is gewoon een rooster. Het zit echt gewoon overvol. Misschien gewoon 2 uurtjes werken vrije tijd. En dan 2 uurtjes gewoon sowieso vrije tijd. Laten we dat gewoon eens doen. Deze de laatste 2 uurtjes, deze en dan deze. Zal dat kunnen? Dat zal in principe geen probleem moeten zijn. Nee, top. Commissie voor vrijlating, waarom staat deze allemaal uit? Klopt niet. Alle kamers vol geboekt. Hij is het grootste. Valt buiten een bruikbaar werkrooster. Oké. Zoiets? I don't know. Ik ben gewoon een beetje aan het experimenteren. Nee. Oké, dan ga ik het even een beetje aanpassen. Zodat ze in ieder geval nog wel 2 uurtjes vrije tijd na kunnen doen. Dat zal gaan betekenen dat we dan mogen luchten. Jullie mogen dan eten. En dan zal het op zich wel goed moeten zijn. Als ik het goed heb. Ja. Ja, dat klopt. Nee, niet meer. Alle kamers vol geboekt. Houtbewerking stage. Ik kan hem wel even stoppen. Ik ga die ook even stoppen. Verder gaat de instructie. Ja, oké, nu werkt het wel. Het is alleen nog maar een gedragstherapie. Ik leid een psycholoog in een kantoor. Waarom heb jij geen water? Oh, oké. Misschien moet ik hier gewoon nog een stoeltje bij zetten. Misschien hebben we ook wel weer schoonmakers nodig. Misschien iets van 10 tuinmannen.
Oké, nou, dat moet ik maar even uitvinden hoe ik dat ga doen. Maar dan hebben we ook nog weer een andere werkplaats nodig voor die houtbewerkingsstage. Dat moeten we binnenkort maar even regelen. Daar heb ik nu niet echt de ruimte voor. Dus dan moet ik deze echt binnenkort maar eens even uitbreiden. Dus heb ik eigenlijk eerst wat meer gevangenen nodig. Maar even in de 400 gaan of zo. Ja, we hebben er nu nog niet ruimte voor, maar. Oh ja, hier kan ik ook nog wel bedden kwijt. Alleen personeel mag er komen. Ik wil dan als eerste de zuiderkant eventjes wat uit gaan breiden. Oh god, nee. Breken rellen uit. Waar? In de groepsruimte. Prachtig. Televisie, misschien nog een radiootje erbij. Een brede en nog gewoon een normale bank. Wat ben jij aan het doen? Oké, hij tript hem. Ik wil het helpen hem. Oké, de veiligheid die gaat al op gemiddeld, dat is mooi. Privacy en warmte zijn ze in ieder geval heel blij mee. Want warmte, dat hebben we hier niet. Dus dat scheelt. Ik heb echt gewoon die nieuwe uitbreiding nodig. Eigenlijk moeten we. Zal ik er nog wat meer. Ja, want dan kunnen we misschien binnenkort hier dan ook wat meer cellenblokken bij plaatsen. Dat zou wel moeten kunnen, denk ik dan. Laat ik het gewoon doen. Zoiets? Ja, lijkt me wel. En ze zijn er nog niet. Daar dan weer van meuk. Eten. Even een aantal sprinklers even installeren. Hier nog een leiding naartoe.
Top. Waarom staat hier zoveel mensen? Nou ja, het zal wel. Je moet eigenlijk ook wel meer van die machines hebben, van die bewakingscamera's en dat soort dingen. Oké, nog 3 uurtjes en dan komen er weer nieuwe gevangenen binnen. Dat is helemaal mooi. Ik wou weer eens even een grondig onderzoek regelen. Gevonden, dat al, jeetje. Ik wil binnenkort deze gevangenis wel gaan verkopen en dat ik dan met een nieuwe begin, want geld, dat is niet echt. Als je zegt van ja, dat is iets wat ik heel wat heb. Nee, eigenlijk niet. En dat heeft ermee te maken dat ik ook al deze achievements al bijna allemaal heb. Volgens mij waren er nog maar iets van. Die kan ik ook alvast doen. Heb ik wel heel wat meer geld gelijk erbij. Oh ja, nee, nevermind. Ik kan in ieder geval nu deze uitbreiden. Top. Oké, dan ga ik even met blauw drukken deze gang een beetje uitbreiden. Die komt dan ergens een werkplaats. Maar waar? Ik ga hier sowieso nog ergens een keer een nieuwe stroomgenerator neerzetten. Misschien gewoon hier die werkplaats. Dat is wel een verstandig idee. En dat ik dan ook eventjes een nieuwe kastcentrale eraan aansluit. Is gewoon iets van hier of zo. In onze heeft gevangen opgejut met haar. Oké, top. Eigenlijk kunnen we dan binnenkort deze houtbewerkerstafels kunnen dan overzetten naar deze. En dat we hier wat meer ruimte hebben voor andere machines. Behalve dan gaat die stroomgenerator echt niet leuk vinden. Nee, die laat ik gewoon zo staan en dan doe ik hier gewoon ongeveer hetzelfde. Van 14 uur komen er nog heel wat gevangenen aan. Even zien, hoeveel gaat deze fundering eigenlijk kosten? 8000. Oh, dat valt eigenlijk best wel mee. Ik denk altijd dat het veel duurder is, maar het blijkt altijd best wel goedkoop te zijn.
Alle gevangenen zie je overal heen lopen. Als ze willen gaan douchen, dan. Ja, kijk, de meesten die zijn er dan nog niet eens. Oeh, misschien moet ik even ook nog ergens anders een douche gaan neerzetten. Dat. Ze zijn pas halverwege voordat de rooster alweer verandert. Dat is niet echt handig. Ik moet binnenkort dus ook even ergens een douche maken. Misschien hier of zo. Daar nog een extra douche bij aan. Pleur. Dat moet op zich nog wel kunnen. Ik heb gewoon nog 19.000 inkomsten per dag. Poeh. Wat voor kamers heb ik eigenlijk allemaal nog niet? Alleen de slaapzaal zie ik. Ja, dan was het wel. Alleen de slaapzaal nog niet, maar dat ga ik ook niet doen. Oh ja, dan komt binnenkort natuurlijk ook dat doorcellen bij en dat soort dingen. Dan kan ik ook natuurlijk in dit nieuwe gedeelte gaan bouwen of zo. Deze krachtcentrale die gebruikt echt gewoon heel weinig. Simpel top. Oké, nu moet ik even wachten tot we weer meer geld hebben. Komen die gevangenen nu nog steeds binnen? En wat dan mijn inkomsten steeds hoger gaan? Oh ja, ze blijven maar komen. Gerard, binnenkort al eerst even proberen om te ontsnappen uit deze gevangenis. Lijkt me eigenlijk helemaal niet moeilijk, gewoon de telegraaf en je bent eruit. Maar hij is. Ik ben natuurlijk ook really klaar met deze gevangenis. Ah. Tunnel, nou. Holy God, Jesus. Wanneer je het over een tunnel hebt en er een tunnel gegraven is. Maar als ik dan ook deze nieuwe cellen heb neergeplaatst en ik heb hier dan nog een extra veilige mijning erbij gezet, ga ik sowieso nog een aantal snipertorens hier neerzetten. Sowieso. Oké, even een grondig onderzoek. Want bij de vorige grondig onderzoek was er geen. Waren er geen tunnels, dus dan moeten ze wel in de tussentijd hebben gemaakt of zo. I don't know. Oh, nee. Wel goed doen. Even. Oh, er is een gevangene doodgegaan. Of een gevangene bewaker. Gevangenen gaan constant dood. Hoeveel gevangen hier zijn, jeetje. Wat meer bouwvakkers aannemen.
Oké. Nee, niet te snel. Deze moet weg. Hier natuurlijk wel een deur in, dat is wel handig om te hebben. Waarvoor die rellen? Hier gaat nog wel heel wat geld voor ingestoken worden. Maar dat doe ik de volgende aflevering wel. Want ik hoop dat jullie het leuk vonden. Geef like op mijn kanaal. En dan zie ik volgende keer weer. Later.